Hervé, afgelopen maandag bij Utrecht een keurige overwinning, de vijfde op rij. Wat dat betreft, weinig klagen. Zeker niet, vijfde op rij, dus hopelijk kunnen we het vasthouden. Jong ploegen die tref je vrijdagavond ook in het eigen stadion Jong AZ. Zijn dat toch ploegen die je anders benadert als de gebruikelijke ploegen, of niet? Nee, ik zou niet weten waarom. Als je nooit weet van tevoren met welk elftal ze aan kunnen gaan treden, zeg maar. Ja, dat klopt. Omdat hun eerste team natuurlijk in de weekenden speelt. Of spelen. Dan weet je soms dat er jongens mee gaan doen van het eerste team. Maar dat mag op zich geen probleem zijn. Maar zeker niet anders aanvatten. Die jongens hebben ook gewoon kwaliteiten. Dus ik denk dat je die jong team zeker niet moet onderschatten. Je bent wat later aangesloten bij Adel Haag. Er waren al een paar wedstrijden gespeeld in de competitie. Met wat voor verwachting ben jij naar Adel toegekomen? Ik denk niet aan de verwachting dat het zo goed zou gaan. Ik had eigenlijk heel bijna geen verwachting. Ik had gewoon voor mij een doelstelling dat ik zoveel mogelijk weer wedstrijden ging spelen en team. En daar een belangrijke rol in spelen. En tot op heden is dat redelijk goed gelukt, denk ik. Dus hopelijk blijft het zo. Als de resultaten positief zijn, dan is er altijd een bepaalde sfeer in die groep. Ik heb al onder andere een uitspraak van Jamal gelezen. Van, we zijn ook echt een vriendengroep bij elkaar. Maar goed, dat wordt ook... zeg maar, gevoed door de resultaten. Ja, zeker. Maar ik denk ook dat dat logisch is. Als je goed speelt en het loopt lekker. En dan is het normaal dat de sfeer altijd in de kleedkamer ook goed is. Dus maar Jamal heeft wel gelijk. We zijn close met elkaar en we lachen veel. Dus ik denk ook dat het positief is. En dat straalt zich ook uit op het veld. Dus dat kan je wel zien. Is het ook positief dat je vrijwel week in week uit met een vaste formatie speelt? Ja, ik denk dat je dan wel... zeg maar een beetje gewend geraakt aan elkaar en de kwaliteiten van je medespelers zo beter leert kennen. Dus ik denk dat we nu wel tot een punt zijn gekomen dat we wel weten wat we kunnen verwachten van elkaar. Nog een week te gaan met twee competitiewedstrijden, één bekerwedstrijd. Ja. Wat dat betreft ligt er nog een uitdaging om er nog 9 punten aan toe te voeren. 6 voor de competitie en 3 voor de beker, zeg maar. Ja, zeker. Dat is voor ons onze doelstelling. We willen gewoon de winterstop in met een zo goed mogelijk rapport. En, ik denk dat de wedstrijden daar zeker gelegenheid voor zijn. Dus ik denk dat we met een perfecte puntenscore de winterstop moeten ingaan. We staan in de stand 6e, op 6 punten van de nummer 2 Excelsior. Ja. Dat is ook een uitdaging, denk ik, om die achterstand nog goed te maken. Ondanks dat je met min 6 punten eigenlijk Ja, zeker. Dat is natuurlijk jammer. Maar we weten, dat wisten we op voorhand, dat we min 6 gingen krijgen. Dus het is nu inhaalbeweging of zoveel mogelijk wedstrijden winnen om die... 6 punten eigenlijk weg te poetsen. Zoals gezegd, vrijdagavond thuis tegen Jong AZ. Een ploeg die 9 wedstrijden op rij niet gewonnen heeft. En de minst scorende ploeg in de keukenkampioendivisie. Wat dat betreft kan je rustig avond tegemoet zien. Nee, zo zie ik het niet. We gaan wel zien wat de wedstrijd wordt. Hopelijk met een positief resultaat voor ons. Maar ik denk dat we gewoon geconcentreerd moeten zijn. En net als tegen Utrecht... zo snel mogelijk de wedstrijd doodmaken. En dan kunnen wij het voor onszelf ook weer makkelijk maken. Tot slot heeft de technische staf nog iets in het vooruitzicht gesteld in de trant van als jullie de maximale score halen uit die laatste week. Dan nee, gaan we ik heb nog niet. Polen, ik noem maar wat. Nee, ik heb nog niks gehoord, dus niet dat ik weet. Even terug naar afgelopen maandagavond. Een simpele overwinning bij Utrecht. Is dat wat je van tevoren verwacht had? Dat zo easy zou gaan, zeg maar? Nee, ik denk wel dat het verdienst is van ons team. Maar... ja, zij waren de laatste tijd gaven ze toch wel behoorlijk weerstand tegen goede teams. Ze hadden ook 6-7 spelers uit de selectie versterkt. Maar ja, ik heb de beelden laten zien aan de jongens. Die hebben het gewoon goed gedaan. Dan zit je al in een bepaalde flow. Pak je de 5e overwinning op rij. En je hebt het voordeel van de laatste weken dat je eigenlijk in een vaste formatie kan spelen. In hoeverre speelt dat ook mee? Ja, dat speelt ook wel mee. Dan raken spelers nog meer vertrouwd met elkaar. Dan kan je ook hebben over een aantal zaken wat beter moet met elkaar. En natuurlijk kijk je ook wel naar de vorm, individueel. Maar natuurlijk speelt dat voor elk team. Dat geldt voor die teams die boven ons staan ook. Dus ja, dat is wel prettig dan. Het enige waar je van baalt, en Koopmans dan met name, is dat je weer een tegengoal krijgt. Ja, onnodig. Ook over gehad. Maar goed, het is onnodig. Snel genomen vrije trap. Een aantal van ons dachten, is die voor ons? Maar ja, dan mag hij er nog niet in. En dat is heel jammer. Ik denk dat we bij elkaar 2-3 kansen hebben weggegeven. Maar deze goal was onnodig.
Sluit dat het dan toch in, omdat je zo makkelijk zeg maar, die wedstrijd controleert? Nou, op dat moment wel. Was even een fase, tweede helft, dat we te makkelijk waren. Voor de goal, wat hachelijke momenten. Ja, dat mag niet gebeuren. Je moet gewoon lekker doorgaan. Maar goed, over het algemeen hebben we uitstekend gespeeld. Goede aanvallen, kansen creëert en natuurlijk scoor je veel. Je bent dan een hele goede serie bezig. Als het even mee zit, dan pak je ook de zesde en de zevende overwinning voor de competitie. In hoeverre probeer je dan die focus toch bij de jongens te houden, omdat je nu weer tegen de ploeg speelt die 9 wedstrijden op rij niet gewonnen heeft. Minst scorende ploeg van de kampioendivisie, ja. Dus dat weten ze ook. Hoe voorkom je dat? Nou, ik weet niet of ze dat weten, dat laatste, maar je kan het ook omdraaien. Het is het team wat bijna het minst tegengoals heeft, 17. Dus dat zegt ook wel iets. Heel compact, ze verliezen steeds. Spelen gelijk zelfs tegen jonge Ajax. Met één doelpunt verschil. Nou, de uitdaging moet daar liggen dat het gewoon een goed voetballend team is. Alleen qua resultaat, wat je zegt, pakken ze net niet die overwinning. Maar wij moeten gewoon heel erg geconcentreerd zijn. Het zijn jongens, net zoals bij Utrecht, die best wel wat met een bal kunnen. Dus moeten we daar de uitdaging halen dat het niet weer vanzelfsprekend is dat we makkelijk eroverheen gaan. Dus daar leggen we weer de focus bij. Is het ook een signaal dat ze pas in de allerlaatste slotfase van Excelsior toch nog onderuit gaan? Ja, maar dat was ook daarvoor. Wat ik al zeg, ze geven heel weinig weg. Ik denk gemiddeld, de grootste uitslag zijn 2 doelpunten verschil. En ja, daar moet je toch rekening mee houden dat ze goed gegroepeerd staan. Dat ze inderdaad ook tegen Excelsior behoorlijk kunnen aanvallen. Nou, daar tegenover moeten wij zorgen dat wij gewoon weer gas geven en de goede dingen meenemen van de afgelopen wedstrijd. Nog steeds de zesde in de ranglijst op 6 punten van Excelsior. Ja. Wat dat betreft is er weinig te wensen over, ligt na de winterstop, dat je die 6 punten nog goed gaat maken, zeg maar. Nee, ik denk dat we boven natuurlijk aan het presteren zijn, wat je zegt. Samen geloof ik met Excelsior de meeste overwinningen behaald in deze competitie tot nog toe. Als je kijkt naar het gemiddelde is gewoon heel hoog. We hebben jongens die ook allemaal een doelpunt kunnen maken voorin en net daarachter. Dus ja, natuurlijk hoop je dat je steeds dichterbij komt. Maar het belangrijkste is het plezier wat we hebben, de manier waarop we spelen. En als dat dan gepaard gaat met goed resultaat, dan is het toch mooi om te zien. Toen de competitie begon was je totaal niet waar je stond. Nu weet je na de helft van de competitie min of meer waar je wel staat. Verbaasde jou sommige spelers? Nee, het gaat niet om verbazen. Het gaat om dat ze zich moeten ontwikkelen met elkaar. En dat we van daaruit een team neerzetten. En een bepaalde speelwijze hanteren aan de hand van de kwaliteiten die we zien. En dat gaat gaandeweg steeds beter. Dus de balans werd wat beter. Maar het gaat om de intenties. En die proberen ze volle overgave steeds uit te voeren. En we zullen dadelijk weer kijken of we ergens dichtbij staan of ertussen staan. Maar dan hebben we denk ik wel, laten we eerst maar even jong AZ beslechten. Naar aanleiding van de afgelopen maanden zijn er nog pijntjes bijgekomen of andere? Ja, maar ga je ook voelen. De velden worden zwaarder. Ik denk dat het voordeel was dat we in het stadion speelden bij Utrecht. Groter veld, beter veld. Maar dat ga je wel merken. Je merkt wel jongens die, ondanks dat we een fitte groep hebben, maar dat ze toch wat gehavender uit zo'n wedstrijd komen. Je zou zeggen, inderdaad, simpele overwinning. Maar dat heeft wel aandacht nodig. Zit Jan Maat nog bij de selectie morgen aan? Nee, zit er nog niet bij. Tot slot, het trainingskamp in Spanje gaat, heb ik begrepen, niet door. Nee. Kijk je nu naar een mogelijkheid in Nederland, bijvoorbeeld Mierlo, noem maar wat? Ja, gaan we bespreken. Laten we eerst maar eens even kijken. Is dat wel een nadrukkelijke wens van je? Of? Nou, nadrukkelijk nee. Je moet altijd kijken of alles past. Hè. Ten eerste, we weten waar we staan. Het heeft ook te maken met middelen. Maar het is best wel een hectisch half jaar geweest. Eigenlijk een jaar zelfs. Zeker voor een jonge groep. Maar wil je goed voorbereiden, dan zou het op zich niet slecht zijn als je even met elkaar weg bent en op een andere locatie traint. Maar laten we dat maar eens even bespreken.